Zo, volgende les. We hebben het over de fasediagrammen, wel evenwicht, niet evenwicht gehad, gietijzer. Vandaag gaan we het over het harden van staal hebben. En dan volgende keer nog het legeren van staal, jongens. Joehoe! Het legeren van staal en daarna gaan we over andere versterkingsmechanismen gaan we praten. Versterken door deformeren hebben we natuurlijk vorig jaar al gehad. En daarna door vreemde atomen. Goedemorgen, met een thee. Hallo, camera. Goed. We gaan even inzoomen op het fasediagram van staal. En we hebben gezien dat vanaf hier het onbruikbaar is, tot hier heette het gietijzer. Dus dat is tot ongeveer hoeveel procent? 2,11. Ja, dus ongeveer 2. Hallo. Ja. Ongeveer 2%. En alles onder de 2% noemen we staal. En daar gaan we het vandaag over hebben. En wat je dan ziet, is dat hier een gek punt ligt. En daar gaan we het over hebben. We hebben gisteren al uitgerekend dat Fe3C op die 6,7% zat. Hè? En dat dat cementiet heet. Dat dit, hoe heet dat punt nou ook alweer? Detecticum, heel goed. En ik zie hier dus een punt dat daar een beetje op lijkt. Dat ook zo inzakt en ook zo twee van die gekke vormen heeft. Maar het is geen eutecticum. Want een eutecticum, wat voor fase heb ik boven het eutecticum? Vloeistof. Heb ik dat hier ook? Nee. Nee, ik heb hier vaste fase. En die noemen we gamma. Ja. Dus die noemen we geen eutecticum, maar een eutectoïde. En dat oïde, dat is het in het Engels. Is dat dan als het erop lijkt, maar het is het niet. Nou, ook dat is dus een term die we kennen, uit tectonie. En als iedereen dat opgeschreven heeft, dan zie je dat er aan de ene kant, ik zie hier een alfaatje staan en ik zie hier een deltaatje staan. En er staat een gammaatje tussenin. Waar zit die beta-fase dan? Nee, dat is die, hè? Eigenlijk is het cementiet de beta-fase. Maar omdat we dat cementiet noemen, noemen we dat eigenlijk niet meer de beta-fase. Dus ik heb alfa, en dan de beta, en dan gamma, en dan delta. Nou, die alfa en die delta, dat noemen we ferrit. Hoe heet ijzer ook alweer in het... wat voor een symbool heeft ijzer? Fe. En dat komt van? Ferrum. Het Latijnse woord voor ijzer. En dus heet dit spul ferrit. Dus ik zei al, er eindigen ongelooflijk veel woorden op iets. Hier, cementiet. Ferrit hebben we nu al gehad. En ferrit heeft een BCC-structuur. Wat voor structuur was dat ook alweer? Ik wil een grote, right? Ik ga dit gewoon uit. Basic cubic centimeter. Ja, wat? Nee, niet basic, maar waar staat die eerste basis? Base. Nee. Body centric. Juist. Die body, want ik had de andere was met die CC. Face. FCC. Face. Center. Cubic. En body. Center. Cubic. Nederlandse namen kunnen jullie opzoeken, maar dat is vlakker, kubisch vlakker gecentreerd en kubisch ruim gecentreerd. Maar de hele wereld spreekt Engels, dus... Ja, in Europa dan dus wel, hè? Als we de Brexit hebben, dan spreken we straks geen Engels meer, dan moeten we allemaal de Frans en Duits gaan spreken. Ja, ik denk dat Benemers al Nederlands kunnen spreken. Hoe zien ze eruit, jongens? Ja, dus deze heeft op alle hoekpunten er eentje. En natuurlijk dan ook daar. En er één in het midden. En deze heeft op alle hoekpunten en op de vlakken van face. Ja, en dan doe ik tegen de achterkant even niet, want anders dan... ook in de midden. Daar.
eentje die was dicht gestapeld en eentje was niet dicht gestapeld. Hexagon. BCC was ja? Nee. Deze is dicht gestapeld en de HCP was dicht gestapeld. Maar deze niet. Daar kan nog van alles tussen. Want deze kon ik ook, als ik hem zo draaide, hè, met die bakken met ballen waar we mee gespeeld hebben. Daar kon je, hier kon je er ook een stapel sinaasappels van maken. Zo. Dat je zo'n stapel van kan maken. Dat kan wel. Goed, dat is even belangrijk, want die alpha en die delta, die hebben dus dat ferrit en die hebben dus die BCC's natuurlijk. En nou is het gekke, als ik op een gegeven moment bij metaal-ijzer omhoog ga, dan heb ik een punt waarop ik ineens een andere structuur krijg. En die andere structuur, dat heet austeniet en die heeft een FCC-structuur. Dus het ijzer begint BCC bij een bepaalde temperatuur, flapt die over naar een FCC-structuur en dan boven een bepaalde temperatuur flapt die weer terug over. Maar dat hebben we natuurlijk nooit nodig, want dat zit zo hoog. Dus staal heeft allebei de structuren. En dat heet dus austeniet, ook een term die je moet kennen. Dan vraag je, is dat specifiek voor deze materialen? Of? Alleen staal heeft dit. En er zijn nog één of twee andere materialen die dit soort faseovergangen hebben. Die dus verspringen van kristalstructuur. Maar staal is eigenlijk de enige echte bekende technische materiaal die dat doet. Dus ik zet hier even de ferrit bij. En hier zet ik de austeniet bij. Goed. Ik wil even inzoomen op dit stukje. En dat doe ik hier. En vergis je nu niet dat dit is dus geen liquid. Hè? Dit is dus niet het atecticum, maar het tectoïde. Er staat hier ook een gamma en geen liquid. Maar eigenlijk zie je dat je eigenlijk weer gewoon een fasediagrammetje hebt. Ja toch? Het ziet er weer hetzelfde uit. Oh, gewoon dat stukje. Dat is dit stukje. Wat daar boven gamma staat. Dit stukje. Ja? En eigenlijk is dit weer gewoon redelijk bekend. Toch? Hoe we het kennen. Let op. Leo. Bij precies dit punt, dat is 0,77% koolstof. Bij precies dat punt ligt de overgang van die BCC naar FCC in, is een punt waarbij die overgang gebeurt. Dus als ik hem opwarm tot zeg 1000 graden en ik koel hem af, dan krijg ik op dit punt, eigenlijk net als bij een atecticum, zo'n soort structuur als bij een atecticum. Ik krijg streepjes van, wat heb ik hieronder? Ik heb alfa en cementiet. Dus ik krijg een structuur van alsof het een atecticum is, maar eigenlijk niet. Een atectobidische structuur, dus eigenlijk is dat ook een atectische structuur. En dan is mijn vraag, wat zijn nou de dikke en wat zijn de dunne strepen? Dat moet vier stiekem mee halen. Alfa zijn de dikke strepen. Waar zit ik dichterbij? Bij de alfa of bij de cementiet die daar zit? Alfa. Cementiet zit bij 6,7, hè? Dus ik zit echt veel dichter bij de alfa. Dus ongeveer 1 op 8 is de verhouding. Dus ik krijg echt hele dikke strepen alfa. En hele dunne strepen cementiet. En het is een beetje vervelend, want dit plaatje, die als je dat gezien hebt, dan denk je, oh, dat zwarte is vast de koolstof. Nou, dat is dus een beetje een dom plaatje. Want ieder normaal mens zou het zwarte spul zwart tekenen. Dus ik had hem andersom getekend, denk ik. Net als de rest van de wereld. Dus. Maar goed. Dus dit is... Waarom is het, zeg maar, cementiet en niet gamma? Nee, als ik op het moment dat ik dus hier zit, heb ik... als ik dit bolletje zou moeten tekenen, wat zie ik dan? Alleen maar gamma. Verder niks, hè? Dus ik zie alleen maar... Ik zal het eventjes hier tekenen. Misschien moeten we hem gewoon helemaal uittekenen. Eén bolletje erboven, dan heb ik alleen maar gamma. Dus ik teken koppelgrenzen en vaste gamma.
En ik ga dit punt voorbij. En zodra ik het punt voorbij heb, krijg ik dus eigenlijk dezelfde structuur als bij tactisch, maar dan dunne platen die en dikke platen alfa. Dus dit is wat ik krijg op dit punt. Dit, zo ziet het eruit onder een microscoop. Zit er een verschil als bij de structuur als je bij de eutectoïde bij 700 graden zit of bij 500 graden? In de tekening, zeg maar. Nee. En bij 20 ook niet. Dus alles hieronder ziet er op dat moment zo uit. Amen. Mevrouw, dus we zijn nu zeg maar gewoon bij de vaste fase van het diafragma, toch? Ja. Maar zeg maar gamma plus bijvoorbeeld FE3C, is dat dan gewoon een vaste stof? Eigenlijk is dit... Het is gewoon een alloy, toch? Allemaal vast. Dit is vast plus vast. Maar zeg maar, dat is dus gewoon staal en de rest zijn legeringen. Nou, dit is het linker stukje van dit. Dus vanaf tot hier is het staal. Dus het is tot 2% is het staal. Dus dit is inderdaad het staalstuk. Is het onderste deel staal of is het gamma staal? Tot en met 2% koolstof noem ik staal. Klaar. Oh, maar gewoon alles boven onder. Ja. Maar dat austenitische gebied, dat maakt het wat ingewikkelder. Nou heb ik dus uitgelegd, dit ziet er dus zo onder de microscoop uit, waarbij je dus inderdaad hele dunne lijntjes van de cementiet ziet. En welke kleur heeft alfa op in de microscoop? Dus alfa ijzer, ferrit. Grijs. Ja, wit eigenlijk, hè? Een beetje wit. Ferrit is, dat weerspiegelt heel erg, want dat is natuurlijk gewoon echt een metaal. Dus dat weerspiegelt in mijn microscoop, dus ik zie gewoon het licht van de microscoop. Het is knalwit. Dus dat is wat ik zie. Deze structuur heeft natuurlijk ook weer een naam. Yay! Weer met een iets natuurlijk. Ja. Deze structuur heet perliet. En bij hoeveel procent koolstof heb ik die dus? Bij 0,77%. Kijk, heel goed. Als ik ietsje naar links ga ten opzichte van de eutectoïde, of ik ga straks ietsje naar rechts, wat voor een structuur zou ik dan krijgen? Ik geef de drie bolletjes. Alfa Dat eutectoïden doen is eigenlijk puur van de structuur van de atomen herwaarschijnlijk zonder dat weer. Ik denk dat ik even de fasediagram hier in blauw teken. En dan kan ik die lijnen even betekenen. Welke punten hebben we nu klein? Is dit het fasediagram? We hebben nu net deze lijn getekend voor hier. En we gaan nu de lijn, als we net ietsje aan die kant zitten. En eigenlijk is dat natuurlijk bijna hetzelfde als alsof het wel liquid, alfa en liquid en alfa en beta zou zijn. Alleen... zit ik hier niet met een vloeistof, maar met een vaste stof. Dus deze die kan ik alvast tekenen, want dit is gewoon vast en dat is gamma. Kijk, hetzelfde als die. En nou ga ik in dit gebied zitten. En dan gaat er wat gebeuren. Want ik heb hier niet alleen maar gamma, maar ook alfa. Dat op het moment dat ik dus deze lijn overheen ga, eigenlijk is dat ook een soort solvusachtig iets, dan kan er dus niet alleen gamma zijn, dan komt er ook alfa bij. Waar vormt dat alfa zich? Kolben. En waarom? Wat? Meer ruimte. Omdat er ruimte is. Het is zo'n kolkmateriaal. Kolben.
op de korrelgrenzen vormt dat alfa, want daar is de ruimte. Hele belangrijke vraag, waarom heb ik zoveel ruimte nodig om alfa te vormen? BCC heeft veel meer ruimte nodig dan FCC. Dus het is heel vervelend. Dan zeggen ze, ja verdorie, ik wil nu van FCC BCC worden. Dat kan niet, ik heb de ruimte niet, want dit is een dichtste stapeling. Dus het gebeurt nergens in de korrel. Want een vacature of een dislocatie is niet groot genoeg. Ik heb echt ruimte nodig. Dus het gebeurt echt alleen maar de korrelgrenzen. Belangrijk. Dus alleen langs de korrelgrenzen krijg ik... Mercedes. Ja, Mercedes. Nou weet je, ik kan ook 4 korrels maken. En dan jullie scheven Mercedes. En dan heb ik er lekker 4. Zo. Ja, dan heb je poot van de 1. Ja. Waarbij ik dus op die korrelgrenzen alfa krijg. En gamma ook. Ik zal niet wat Mercedes betekenen. Vervolgens ga ik die streep overheen. Waarbij, net als bij als ik van alfa krijg ik, als ik van liquid afga, dan krijg ik eerst vlekken alfa en daarna wordt de rest uit tacticum. Ook hier heb ik dat daarna de rest uit tacticum wordt. En ik krijg dus hier vlekken alfa. Of eigenlijk dus geen vlekken, maar langs de korrelgrenzen alfa. En de rest wordt het tacticum. Nou kan ik hetzelfde doen voor de bovenkant. Dus het bovenuit tectoïdische gebied. Wat is het verschil tussen de ene en de ander? Je hebt geen alfa, maar F3C. Ja, en waar wordt dat gevormd? Op dezelfde plek. Ja. Ook op dezelfde plek. Dus ik heb aan de andere kant eigenlijk precies hetzelfde, maar dan met cementiet in plaats van alfa op de korrelgrens. Ja. Hoe noem je dat nou? Maar ik krijg dan dus niet van die alfa plekken van dat tectonische spul omheen. Ja, wat ik dus krijg is, ik krijg gamma. Ja. Het eerste wat er gevormd wordt op het moment dat ik in het alfa-gamma-gebied kom, is dat dat alfa zich wil vormen. Dat gebeurt dus langs de korrelgrenzen. Op het moment dat ik die streep overheen ga, wordt alles wat nog gamma was, wordt, hoe heet die structuur? Tectoïde. Hoe heet die structuur? Perlit, heel goed. Dus ik heb alfa met perlit. Maar je hebt niet echt van die blokken alfa, zeg maar. Nee, want ik heb dus geen vlekken alfa. Ik heb dus op de korrelgrenzen alfa geen vlekken. Dat is het verschil. Ik heb een aantekening gemaakt. Ik heb wel iets van weinig ruimte in BCC of FCC. Kun je dat nog even herhalen? FCC is een dichtste bolstapeling. Dus ik zit in het gamma-gebied en ik heb een dichtste bolstapeling. Dus de atomen zitten op de dichtst mogelijke manier op elkaar. Dan kom ik in het alfa- en gamma-gebied. Dus er wil zich alfa vormen, maar alfa heeft meer ruimte nodig dan gamma. Dus de atomen willen ineens een stukje uitzetten. Ja. Dus dat gebeurt alleen maar op de plekken waar echt genoeg ruimte zit. Dus verandert. Omdat het dus bij die korrelgrenzen. Ah. Juist. En daarom gebeurt dat niet midden in de korrel. Maar aan de zijkanten. Maar aan de zijkanten, want ik heb echt veel ruimte nodig. Sorry, dat klein beetje wel. Ja. Ja, als je dus hier een diagram zou tekenen van het volume tegenover de temperatuur, dan zie je dus een gekke sprong naar beneden en dan gaat hij weer verder. Dat is heel raar. Ja. Als boven de lijn is FCC, dan volgt dan BCC. Ja, dus alle gamma is een FCC-structuur. Alfa is een BCC-structuur, dus hier heb ik ze allebei. Ja, dat klopt ook. Naast elkaar. Oh, dus de gele deel is BCC en het zwarte deel is FCC. Ja, want alfa is een BCC-structuur en gamma is een FCC-structuur. Je hebt nog steeds voor bij de tactiekum bij de laatste concessie gamma en zwarte deel en FV3C is dan. Nee, alfa en FV3C. Alfa en FV3C. Ja, dus ik heb dan nog steeds de Perlit-structuur waarbij de alfa de dikke strepen is en de FV3C de dunne strepen. Alfa, ik ken hem ook BCC dan. Ja, alfa is altijd BCC, anders noem ik het geen alfa. Maar het is per liter omdat het vast is.
Ja, nou, deze structuur noemen we perlit. Ja. Bij die perlitstructuur, zeg maar, bij dat plaatje, heb je dus, zeg maar, je hebt, zeg maar, zwarte en grijze streep. Maar het gaat hier toch alleen om FE3C en alfa. Ja, klopt. Dus eigenlijk had dat oranje gemoeten. Oh, wat is dan alfa? Oh, een van die strepen zijn ook allemaal alfa. Ja, een van de strepen is dan alfa en een van die andere strepen dus dan is eigenlijk ook. Eigenlijk had dat ook oranje. Er zijn maar twee stoffen, maar ik zie drie kleuren. Ja, ik vind het ook wat dat betreft verwarrend, maar het zijn mooie plaatjes. Misschien moet ik het een keer zelf gewoon een boek schrijven of plaatjes maken. 14 jaar is heel leuk. Eerst op de twee kant. Nou, kan je gelijk een boek voor mij? Dit is trouwens geen sloop, maar wel. Dit is. Als je vandaag op de website van WCPN kijkt, dan zie je. Dat is de puzzelwebsite. Dan zie je, ik heb een puzzel gemaakt voor vandaag. Dus daar staat mijn puzzel. Kijk, gratis kan je die doen. Dat doen mensen als het je lukt. Vooral als wel de klas doet, dan is het morgen af, of nee, wie hem volgende week af laat zien, die tracteer ik op koffie. Welke is het? Mevrouw, welke is het? Van de dagpuzzel van vandaag. Dagpuzzel. Als het goed is. Dagpuzzel. Ja, welke? Ja, welke?